zeg, een aantal van die stikstofarme stallen is getest, maar niet goed getest. En dat helpt helemaal niet. Ja, wat precies. Is het gevolg van deze uitspraak? Nou, ik neem aan, ik heb dit fragment niet gezien, dat deze boer heeft geïnvesteerd in zo'n vloer. Dat een zogenaamde emissiearme stalvloer. We hebben altijd gewaarschuwd, het gaat onvoldoende helpen. En wat je daarmee doet, is dat je boeren dwingt om een dure investering te doen. Met een beetje geluk zit er een beetje subsidie op voor de boer dan. Maar je zal toch ook zelf moeten investeren. Dat Want goedgekeurd door de overheid. Ja, zeker. Ja. En dit was dan de oplossing Precies. voor het stikstofprobleem. Ja. En als je dat tegen boeren zegt en zij gaan investeren en ze gaan naar de Rabobank en die zegt, nou, ik wil je wel wat lenen, moet je er wel meer dieren bij. Dan moet je groter, kom je steeds verder in een fuik. En dan blijkt, wat eigenlijk al heel lang bekend was, en dat is het valse daaraan, dat je met dit soort maatregelen die stikstofcrisis niet oplost. Dat dit soort innovaties eigenlijk nooit heeft gewerkt. En dan heb je boeren wel gedwongen om die investering te doen. En nu blijkt dat alsnog er andere maatregelen genomen worden. Maar is het duidelijk dat het niet werkt of is het nog niet duidelijk of het werkt? Nou, wat je van dit soort innovaties kan zeggen, dus emissiearme vloeren, luchtwassers, is dat het bovengemiddeld zeg maar positief wordt ingeschat. Terwijl in de realiteit, met laboratoriumtesten bijvoorbeeld. Ja, het vraagt heel veel management. Neem luchtwassers, die slurpen energie. Ja, dan moet je die dingen wel aan willen zetten. En in tijden dat de energierekening stijgt, doet misschien niet iedereen dat. Dus dat moet je heel strak handhaven. Dus het is bureaucratisch zo ingeregeld dat het op papier misschien net klopt, maar zo is het in de praktijk natuurlijk niet. En dat terwijl we al 20, 30, misschien 40 jaar weten dat met dit aantal dieren in Nederland je een te grote belasting van de natuur veroorzaakt en dat je daar andere dingen voor moet doen. En ja, boeren zijn jarenlang eigenlijk sprookjes verteld dat je het met innovatie kan oplossen, maar de consequentie voor de was gek wel, gehouden. Ja, dat zij daar wel zwaar in de schulden door zitten nu.